Wat was er nou gebeurd als ze in Duitsland waren gebleven? Wat denkt u? Ja, dat is altijd moeilijk om daarop te speculeren. Uiteindelijk waren ze dan van de ammoniakstank doodgegaan. Dat is een ding dat zeker is, want daar kun je niet leven. In een dergelijke lucht kun je niet meer ademhalen. We zijn gebeld door het Duitse Bundesveterinäramt. Dat is zeg maar de controlerende instantie in Duitsland die toeziet op dierenwelzijn. En die zijn bij een particulier in huis, zijn die Jeannette-katten tegengekomen. En die hebben daar eigenlijk tegen die meneer gezegd van ja, zo kun je die dieren hier niet houden, want die dieren die zitten op een verschrikkelijk slechte manier. En uiteindelijk hebben ze dan met elkaar besloten dat de dieren daar weg moeten. Maar ja, waar ga je dan naartoe met zulke dieren? En uiteindelijk zijn ze via via dan bij Stichting Aap terechtgekomen. Dus we hebben in allerijl een verblijf voor ze klaargemaakt en vandaag ben ik ze gaan ophalen. Het grootste gedeelte van het jaar zaten die dieren in de kelder, in het donker. Ik ben erin geweest. Ik ben meteen weer gillend naar buiten gegaan. De ammoniaklucht was zo erg dat de tranen in mijn ogen sloegen en dat ik last had om adem te halen. Dus nu en dan moesten we weer terug naar boven om gewoon verse lucht te halen. En zo zaten die dieren daar, 7, 8 maanden van het jaar, in de verschrikkelijke ammoniakstank. Het was echt niet te harden. Je kunt het die mensen kwalijk nemen, dat doen we ook. Je kunt die mensen voorlichten, dat doen we ook. Maar uiteindelijk heb je toch altijd gekken die dit soort dingen doen. En eigenlijk zou je dus gewoon de wetgeving moeten aanpassen, zodanig dat dit soort dingen niet meer kunnen. Mensen die dieren en iets kwaads doen met dieren, worden eigenlijk nooit vervolgd. Ze worden wel eens een keer door de politie opgepakt, maar uiteindelijk als je bij de rechter terechtkomt, worden ze nooit vervolgd. En dat is uiteindelijk wat met deze man ook zal gebeuren, vrees ik.